Hier komt-ie, een toren, 70 meter hoog, in Amsterdam, aan de Amstel. Het lijkt een droom, en het is ook een droom. Ooit werd ik verliefd op een toren in San Francisco, aan de Bay. De Summit, de top, ontwikkeld door Eichler. Sindsdien heb ik de droom en de wil, de wens om ook zo'n gebouw te maken aan het water. Maar dan in Amsterdam. Daar heb ik echt de beste mensen voor nodig en die heb ik ook gevonden. En het leek mij interessant om een buitenlandse en een Amsterdamse architect met elkaar aan deze toren te laten werken. Piet Eckert van E2A Architecten uit Zürich. Ronald Jansen als Amsterdamse architect. En verder de landschapsarchitect David Kloet. We decided to do triangular building because a triangular building doesn't have a rear side. And the building only has front side, so it addresses both to the Amstel, to the river, to the Amstel Quartier, also to the channel, and also to some of the old, very few remaining buildings on site. Of je nou een klein gezin bent, uit één huishouden bestaat, uit één persoon bestaat, of met zeven mensen bent, letterlijk niet eens een gezin, maar ook een woongroep van zeven mensen of acht mensen of tien mensen, dat die een plek kunnen vinden in de Summit Plus. En de manier waarop we dat kunnen bewerkstelligen is dat we heel veel soorten woningen hebben bedacht. Echt heel veel soorten. Heel klein, heel groot, letterlijk heel groot. Grondgebonden, dus gezinswoningen, maar ook appartementen. Alles zit erin. And I think this is much more exciting to live with different people in one house than with one typecast where all the people share a kind of the same bank, the same amount of money, the same kind of cars. En natuurlijk wordt het een groene toren. Dat begint al beneden op straat, aan de oever en in het park. Amsterdam groeit en het groeit hard. Dat gaat ook wel eens ten koste van landschap. En het is mooi dat we dat in dit project dan ook echt kunnen gaan combineren. En waar je enerzijds stad maakt, maar binnen het gebouw wat je toevoegt aan de stad, ook een schakel in het ecosysteem van het landschap kan toevoegen. Ik hoop dat de Summit Plus hier aan de Amstel net zo mooi stoer wordt als de Summit in San Francisco. Dat is mijn droom.